Daar komen ze aan, hoor. Beppu. Zesde passage. Onderbord staat op 3. Ze hebben iets verdapperd in die kopgroep, 7:42. Maar veel harder gaat het niet. En het peloton is er ook al. Toch weer in elkaar gekropen. ...22 seconden. Kirchen op kop. Minder dan 20 kilometer is Contador verwijderd van zijn tweede toerzegen. Op de schouders van de ploeg van Cavendish. En het zie je de mannen dat ze toch dit aankunnen. Ja, en het lijkt nog wel met gemak ook. Bordjes op kop. En daar komen de Astana's ineens. Over rechts zie ik die grote Murayev. Die komt zijn kopman nog eventjes naar voren brengen. In dat gootje moet je eens proberen. Het is een techniek, dat moet je durven. Ja, maar eens kijk eens hoe dicht die pedaal van Vijkanen langs. En Barredo durfde het net wel toen hij op kop reed. Kijk, zoals Dumoulin nu. Maar in het wiel dit. Dat is, ik zou het niet durven. Kijk, daar gaat Wegman, die gaat maar liever achter de motoren rijden dan. Die wordt er een beetje chagrijnig van. En dit is de desintegratie van de kopgroep. Inderdaad, achter die motor zit je beter dan daar in dat gootje. Waanzinnig slechte bocht van Dumoulin nu. Waardoor die hele kopgroep klem zit op de kant daar, maar goed. Voorsprong 24 seconden. Er komt inderdaad meer volk naar voren gereden, andere ploegen. In het peloton. Maar ook dat was geen lekker bochtje. Het gemiddelde is niet onder de 50 per uur geweest op de Champs-Élysées. En hij zal het moeten doen, deze kleine man. 9 etappenzegers heeft hij al achter zijn naam staan. En dan die grote beer gewoon in je wiel. Met een ander verzetje. Hij heeft dat kleine verzetje, dat moet je kunnen en durven als sprinter. Hij sprint echt een paar tandjes lichter, hebben we gezien. In de, ja, in de moeilijke sprint, hè? De sprint bergop. Maar hij is de man van vorig jaar die gewoon op de 11 kon sprinten. En dan dat beentempo kon. Ja goed, dat hebben we gezien. Maar juist als het bergop gaat, moet je durven kleiner te schakelen. Dat gaat hier niet nodig zijn. Hier komen ze vol gelanceerd, komen ze eraan. Dan gaat het echt op de 11, zelfs met die kleine kasseitjes. Benchoff achterin. Kijk, hier kan je nog gauw eventjes uit die gevaarlijke staart van het peloton er langs rijden. Koyo, dan Beppu. Fumiyuki, zijn voornaam. Trouwens ook opgeleid bij Armstrong. Het heeft 3 jaar. Niet meer is. Ja, die heeft 3 jaar bij Discovery Channel gereden. Dat hij de laatste 2 jaar overgegaan is naar Skill. Wat kun je doen als je geen sprint hebt? Wat kun je doen als je weet dat je gaat verliezen van Cavendish?
Dan kan je, als je Ballan heet, nog proberen om een kilometer of twee, anderhalf weg te springen. En iedereen weet dat je dat dan gaat doen op dat moment. Ja, moedeloos van te worden. Hoewel het gelukt is, al een aantal keren. 79 races, komen ze tweeën weg. Het is nog wel een verhaal. Ino en dat is wel al 30 jaar geleden. Als nummers 1 en 2 van het klassement ook. Merckx heeft nog eens aangevallen in de laatste etappe. Toen hij achter Thévenet zat met een achterstand van 2,47. Thévenet reageerde. Sastre en Menshoff, het is illustratief voor deze Tour rijden. Ja, wat anoniem achterin dit peloton. 15 kilometer nog en de Tour de France zit erop. Dan zal een Spanjaard winnen voor een Luxemburger. Een Amerikaan wordt derde. Het meest opvallend misschien. De Brit die vierde wordt, Bradley Wiggins. Die prijzen zijn verdeeld. Het gaat om wie de Champs-Élysées nog kan winnen. Iedereen denkt Cavendish. Dat denkt men ook in het peloton. En er zijn er nog een paar die dat willen veranderen. Nou zijn er toch 6 man op kop aan het rijden hoor, voor Cavendish. Hij heeft alleen nog Martin voor zich als sprinteraantrekker en Hinkepie. De anderen zijn nu gewoon aan het overnemen. Hier Graaf met die enorme plaat van een wereldkampioen tijdrijden. En ze zijn nu echt vol aan het rijden. IJssel erachter. Het zal onderhand ook moeten gebeuren. Bij de volgende passage staat het rondebord op 2. En daarna gaan we naar de bel voor de laatste ronde. En dan is het nog maar 6,5 kilometer. Carlos Sastre. Zo'n speciale tandwiel. Close-up. Beppo op kop. Vijkanen erachter. Vijkanen doet steeds zo uitkijkt dat hij met de camera in beeld een volop kop rijdt. Maar je ziet aan de vorm van dit peloton dat het een muis voor de kat is. Hij schijnt overigens in Hengelo te wonen, die kleine Japaner. Van Skill Shimano. Zevende passage. Rondebord staat op 2. Het verschil is 12 seconden. De kopgroep blijft toch nagenoeg constant 7,5 minuten over het rondje rijden. Die vallen nog niet stil, maar ja, Weekman, dat ga je nou nog uitleggen. Wat gaan die aanvallers nog doen? Het is nu nog te vroeg. Het zal moeten gebeuren in de laatste ronde. Ze hebben één voordeel, mogelijke aanvallers, dat een deel van deze ploeg, Cavendish, is opgerookt. Maar kijk eens hoe er al gedrongen wordt in dat peloton. Daar rechts langs die rood-witte blokken. Er worden gewoon risico's genomen. Kijk, daar links in beeld nu. Daar is geen ruimte meer, ze gaan er door. De ruimte zit op rechts. Er staat ook wind, inderdaad. Hoe gek ook. Aanvallers willen naar voren. Maar ze houden stand. Barredo op kop. Die kleine Dumoulin. Het rood-wit. Het wiel van Beppo, de Japaner. 12 seconden. Ze blijven op schootsafstand. Het is alsof het peloton ze nog even laat spartelen. Ja, die
Columbia-renners hebben er natuurlijk heel veel belang bij om het zo laat mogelijk in te rijden. Hier reizen 60 per uur nu. Op zijn nieuwe fiets. Hij wordt naar voren gereden, Popovic. Zijn trouwe kameraad. Nog 12 seconden en krijgen zo dadelijk de bel. Dan is het nog 6,5 kilometer. Ja, Barredo gaat nu helemaal los. Lekker in het wiel van die motor. Dat werkt wel trouwens hoor. Lekker band. Rodgers. Kan er ook nog wel bij. Nou mist de ploeg dus één van de motoren. Weekman nog altijd in de kopgroep. Ja, nu gaan ze er echt aan. Die kopgroep is nu uit elkaar gereden. Dus Vijkanen is er nog. Oké, dat is het. Het lijkt net of de achtervolgers zijn. Dumoulin is eraf. Weekman en Barredo. Barredo en Coyo is eraf. Beppo dus nog vooraan. Vijkanen vooraan en Weekman. Drie man. Dumoulin ingerekend. Met Pichot, Coyo. Dat was dat gat wat Barredo liet vallen net bij die overname. Rodgers zijn ze kwijt met een lekker band. Goed, Tarovic wordt dan ook al naar voren geloodst. Namens Frances Desjeux. Contador nu ook achter in het peloton. Drie man nog. Kijk eens naar Beppo zeg. Ja, in Japan wordt er intussen ook gekeken naar de ronde van Frankrijk. Dat is jaren anders geweest. Deze mannen worden bijgehaald. Drie man nog vooruit. En Graaps op kop. Weer in het wiel van die motor. Ja, dit werkt goed. Dit werkt goed. Kiergen moet nou echt doortrekken. En dan nog gaat hij dat gat niet dichtkrijgen in zijn eentje. Ze moeten die sprint natuurlijk ook nog een beetje aantrekken straks. Ja, maar ze hebben Martin en... Hinkepie, denk ik. Hinkepie en vooral ook... een van de belangrijkste mensen in dat geheel. Rancho in de, achter de hand. 10 seconden voor Beppo. Skill Shimano ook op de slotdag dus mee in de aanval. Het kan niet op.
Een aanval die tot mislukken is gedoemd, dat wel, maar ze reden weer in beeld. Nu met een Japanner. We gaan naar de bel. Laatste passage. En dan zit de ronde van Frankrijk erop. Drie man nog, licht vooruit, 9 seconden. Slechts de voorsprong. Maar je moet het eerst dichtrijden. Kiergen rijdt zo in zijn eentje op kop de hele tijd. En heb jij ook een blik kunnen werpen op Frère? Vijkanen. Knap hoor, wat hij doet. Peloton komt erg laat. Nog steeds Kiergen. Ze besluiten om Kiergen op te roken en dan de trein in gang te zetten. Graap zit daarachter. En dat wil zeggen dat Graap als wereldkampioen tijdrijder nog eventjes tekeer gaat. IJssel waarschijnlijk. En dan komt het super trio op gang. Graafs. Graafs nu op kop. Blijft 10 seconden. Nu moet er ook iets gaan gebeuren. Daar komt een trein van Kamin. Met Maaskant daar in tweede positie. Die doen een poging met z'n drieën. Wat leuk. Dit is mooi. En wie zit daar in het wiel? Dat is een Rabo-renner lijkt wel. Zou Fletcher kunnen zijn? Ze zijn Maaskant aan het lanceren. Maar ze krijgen geen ruimte daar aan die linkerkant. En nu gaat toch zeker... Sanchez zelf. Zich ermee bemoeien. Passamontes is daar op kop aan het rijden namens Sanchez. Er wordt nog wat geprobeerd, maar niemand weet meer wat. Goh, zie je eens hoe snel die Garmin-trein stilvalt. Dat pleit toch wel voor deze mannen, hoor. Van Colombia. Ze worden er gewoon afgewapperd. Dat is wat. Dan rijden ze dus hard. Wat doet Pellizzotti daarvoor in? Nog voor Benatti? Het zou kunnen. Pellizzotti van de bolletjestrui in derde positie. 5 kilometer nog maar. En de voorsprong... van de drie is er nog. Of zijn ze ingerekend? Ik zie ze niet meer. Nee, ze zijn ingerekend. Dus we hebben een compact peloton op minder dan 5 kilometer van de streep. En Cavendish zit klaar. Husshofft zit erachter. Waar zit Frère? Benatti zit er. Ik zie daar Fletcher. En dan kan Frère niet ver weg zijn. En iedereen gaat achter Cavendish aanfietsen. Moet je kijken wat voor een dringend daarachter is. En iedereen stopt met dringen op het moment dat ze ter hoogte van Cavendish zijn. Chavanel komt naar voren. Contador zit redelijk achter in het peloton, maar is veilig. Zijn toerzegen is binnen. Er komt nog een keer een Milram-trein met Terpstra op kop. Ik zie Fletcher voorin zitten, maar waar zit Frère? Fletcher rijdt aan de kant van de weg. Ik zie Tiolek daar zitten. Martin is nu op kop aan het sleuren. Dus Tiolek meldt zich namens Milram. Nog een trein komt daar nu langs. Als je dus er is dat. Nee, de Garmin's nog een keer. Die hebben nog steeds Ferrer, niet te vergeten. Ja, en die hebben ook mannen als Zabriskie erop op kunnen rijden. En dit is Van der Velde. Moet je kijken wat het kost om hier tempo te maken. Daar, Miller, Maaskant. Miller, Maaskant. Dean, Julian Dean, een sprinter. Die hebben ze natuurlijk ook nog. Doeke daar. Hier, Fletcher. Waar zit Frère? Ja, dat is de grote vraag. Ik zie Fletcher zitten, maar ik zie geen Frère. En Cavendish heeft gewoon 2 beschermers voor zich. En trekt zich niets van wat alles aan. 3 kilometer nog. De ronde van Frankrijk zit erop. Nog 1 sprint, een massasprint. Of is Balland nog in staat om in de volgende kilometers weg te rijden? Ja, dan moet Balland wel maken dat hij voorin komt. En dat heb ik nog niet gezien. En zolang die Garmin zo hard blijven rijden, Miller, waar zit Ferrer eigenlijk? Miller kijkt. Oh ja, Ferrer. Van der Velde kijkt. Daar is Fletcher. En ik zie Frère eindelijk zitten.
Die zit vlak achter Hinkepie. Die zit dus heel goed. De Garmins dulden geen tegenspraak. Maar ze zijn maar met vier. Maaskant zit daar ook. Miller. Van der Velde. Maaskant. Dus Frère wel degelijk voorin. Kevin die strikt zich nergens wat van aan. In het veilige wiel van Hinkepie. Gutarovic zit daar ook nog met zijn kampioenstrui. Vlak daarachter zit Frère. En Rogas, dat zijn de mannen, dat is waar ze voor rijden van Kees Depardieu. En jouw kampioen zit daar helemaal links, ergens in het midden. Ballan. En achterin zit Contador. We gaan dus sprinten. Drie man van Garmin. Ik denk dat Fletcher wat van plan is in zijn eentje. Anderhalve kilometer. Kan je daar nog uitbreken uit dit geweld? Dan moet je zo verschrikkelijk hard rijden. Dan moet je boven de 60 per uur rijden. Alles wat nu achter de 20ste positie zit is volstrekt kansloos. Kan niet meer eens meedoen om aan de kop te komen. Miller al die tijd op kop. Hoe kan dat, joh? En daar komt Hinkepie. Hinkepie gaat nu gang maken. En in derde positie rijdt Cavendish. Het is nog een kilometer, hè? En Maaskant moet hem daar tussen gooien. Dien doet mee. En Husov zit heel goed. Die zit in het wiel van Cavendish. En die oude Hinkepie, moet je kijken, die legt ze er allemaal op. Zelf sprinter geweest natuurlijk. Hinkepie al heel lang op kop. Dit kan hij ook lang volhouden trouwens. Alleen op die bocht naar rechts, die flauwe bocht naar rechts. Dan is het nog een heel eind, hoor. Dan zit Cavendish heel goed. En daar komt er één tussendoor gedouwd. Binnendoor nu. Die gaan hem pakken. Hinkepie is van kop af. Cavendish nu in tweede positie door de bocht. Dat betekent dat Renshaw met Cavendish los is. En dat klopt ook. Renshaw op kop. Renshaw op kop. Cavendish daarachter. Wat een schitterende beelden. Ze hebben ze uit de wiel gereden gewoon. Cavendish. Voor de 1-2 als ze doorgaat. Kom op, Cavendish, soeverein. Alleen op de foto wint zijn zesde etappe. Renshaw tweede. Ja. Cavendish wint. Ferrer derde, ja. Niets anders dan Cavendish in beeld. Het is prachtig, want je kon met de camera ernaast meerijden. Maar dat betekent dat die trein al zo'n tempo heeft gemaakt. En in die kwak in die laatste bocht. Deze bocht, kijk, hier komen die twee Garmin's buiten om. Daar hebben ze het eigenlijk, zouden ze het kunnen winnen, maar ze zijn elkaar al kwijt. En baf, hier worden ze uit het wiel gereden. Hier moeten ze remmen. Dankzij Renshaw, die dat geweldig doet. Dan is er een gaatje van een meter of 4, 5, 6 al. En daar rijden ze met z'n tweeën. Oh, het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Komt Husoft onder in beeld nog in het groen. Die stelt daar zijn groene trui veilig. En Benatti is echt niet meer de sprinter die we kennen die hier ooit won op de Champs-Élysées. En Cavendish gaat nog sprinten, joh, maar die heeft tientallen meters voorsprong. Als je zo de Champs-Élysées kan winnen. Renshaw reed daar de concurrenten gewoon in de hekken. Ze moesten remmen. Gat, deur dicht doen heet dat. Ferrer zit voorin. Husoft zit nog voorin. En Benatti zit nog voorin. En dan rijden de twee ver voor Cavendish en Renshaw. Ja, als je zo hard kan sprinten, maten, dit is toch... Waar heb jij dit voor het laatst gezien? Ja, nou, ik zo kan je wel extreem vertellen dat de manier waarop Renshaw met Hinkepie dat deed... had ik dat sprintje als erkend strijkijzer ook nog kunnen winnen. Het rest was verstrekt uit positie. En dat is eigenlijk de kwaliteit van een sprinter ook, dat je de positie hebt. En hier hebben we heel duidelijk kunnen zien hoe dat in zijn werk gaat. Alberto Contador wint zijn tweede ronde van Frankrijk.156 renners hebben de Ronde van Frankrijk uitgereden. Daartussen 8 Nederlanders. En dit was eigenlijk het moment
Rancho op kop. Met een geweldige bocht. Cavendish is een wiel. Wat een topsnelheid heeft die Brit. Die kon in de sprint nog even zwaaien naar het publiek als het moest. En hoe ver van tevoren weet je dat je gaat winnen? Ja, je moet in de sprint nooit achterom kijken, maar als je deze beelden nog eens terug gaat zien. En dat je dit kunt na de Pyreneeën en na de Alpen, dat is hè, voor zo'n jonge vent. Er zat geen sleet op, hè? Niets. Hij houdt die explosiviteit. Nou, volgens mij weten we het wel. Contador ongenaakbaar, Cavendish ongenaakbaar op hun terreinen. Gewoon van een andere orde lijkt wel. Cavendish iets meer dan Contador, maar goed. Wie gaat ze kloppen de komende jaren? Dat is wel een vraag. Ik denk dat de strijd volgend jaar heel mooi gaat worden als Armstrong. Met alles wat hij in deze Tour hier die heeft gezien en geleerd over Contador. Sorry dat ik je onderbrak. Volgend jaar gaat het mooi worden. Denk je niet? Ja, ik zeg net, er zijn een paar mooie dingen die erin zitten. En vooral voor het klassement. Als die renners die nu gebleken zijn in de bergen zo goed te zijn, als die tegen elkaar gaan koersen. Dus niet in één ploeg. Dan hebben we echt strijd te verwachten. Hinkepie die trekt die boel al uit elkaar. De Garmin's moeten buiten Hinkepie omkomen. Ze zijn elkaar al kwijt. Ferrer is daar al het wiel kwijt van Maaskant. Van Dien moet ik zeggen. En daar hebben ze de aansluiting en dus ook de versnelling niet meer. Benatti komt dan nog langs. Maar die komt helemaal niet vooruit. Het is niet meer de Benatti die we kennen. Als er ooit een handboek sprinten uit gaat komen met een bijlage DVD van hoe trek je een sprint aan als ploeg. Ferrer is derde geworden. Čiolek eindigt nog als vier. Dan Gutarovic, vijfde. Zesde, Pas Husshoff. Dan Rojas. Maar zo'n groot verschil heb ik in een massasprint eigenlijk nog nooit gezien. Ook de speaker hier, de Franse speaker, maakt de vergelijking met Freddy Maartens. Die heb jij ook nog zien sprinten. Was dat ook van die orde? Ja, dat is, die vergelijkingen zijn moeilijk. Maartens reed grote rondes, die reed klassiekers. Die reed alles en die won in alle mogelijke standen. Maar die heeft inderdaad wel eens massasprint met zijn overmacht gewonnen. Overigens, de belangrijkste bijdrage aan de overwinning in deze sprint was die positionering. En de manier waarop Rancho de concurrentie klem zette in die bocht, waardoor ze gewoon met minder snelheid die bocht uitkwamen. En dat bedoel ik net met, ik had die sprint ook kunnen winnen. Die positionering was wel zo ideaal. De sprint was eigenlijk al gereden voor die laatste bocht. Met de versnelling van Hinkepie. Geniaal. Goed, hij wint er zes. Maartens grossierde ook in overwinningen de Belg in het verleden. Deed dat bijvoorbeeld ook in Spanje. Martens, zo spraken ze dat uit in het Spaans, betekent dinsdag. Maar die won niet alleen op dinsdag, hij won ook op woensdag en donderdag en vrijdag. En daar maakten de Spanjaarden toen grapjes over. En noemen ze hem bijvoorbeeld Freddy Donderdag, Freddy Vrijdag. Als er een sprint was, dan won Freddy. Zes zegens in één ronde van Frankrijk. Het brengt zijn totaal op 10. Vorig jaar 4, dit jaar 6. Hij staat nu op 2. Algemeen klassement. Met zie je het kruisteken van de winnaar van vorig jaar er nog even op de achtergrond. Carlos en de winnaar van gisteren zagen we er ook op de achtergrond. Drie Spanjaarden.
Karaté en Contador. Morgen beginnen de criteriums. In Nederland zijn veel toerrenners te gast. U heeft tijdens deze uitzending kunnen horen waar bijvoorbeeld de gebroeders Slek rijden, waar Contador rijdt. Die is 5 keer in Nederland te zien. De Sacré-Cœur boven in beeld. En nogmaals, het eindklassement. Contador, Slek, Armstrong, Wiggins. De andere Slek op plaats 5. Twee broers in de top 5 is toch ook wel bijzonder, hoor. Kijk eens, die champagne. Hij nipt eraan, hij ruikt eraan. En dan gaat het weg. Hij weet even niet waar naartoe. Hier is Mark Cavendish. Luisteren naar zijn verhaal. En dat one, you won by country mile. That was amazing. You know, I had to win there. I said, all along, I want to get the Champs-Élysées. I want to win on the Champs-Élysées. And the feeling doesn't disappoint, really. You've had some great sprints. Several times you've said that was the best victory of my life. Where does this one rank? This is winning on the Champs-Élysées. It's, you know, it's every single sprint in the world dreams of crossing the line with their hands in the air on the Champs-Élysées, you know. And I wanted this. I wanted this so bad. And the team gave everything to get me there. And it was amazing. So amazing how it worked. It's a lot of fighting at the end, you know. All the teams coming, but we kept it so controlled. George went and he just smoked the other teams, you know, and then Mark went and I came past him and he got second, you know. First and second on the Champs-Élysées is something of a sponsor's dream, you know, it's a team's dream. And when the team rides so well, it's perfect to come away with a result like that. Listen, you've been breaking records all the way down, all the way along the line this tour. I know records aren't what this is about, but you're 24, Cav. Where do you go from here? You've got 10 victories. I didn't win the green jersey, did I? I was just looking at the points then, and I think without the discrepancy, I probably would have had it. But then again, Tor might have been sprinting, you know, safely today to hang on to the points, so I don't know. But, you know, I'm happy 6 stages. Came here, wanted to win as many stages as possible. I said I would have been content with 1 stage and reaching Paris, and I've done that. And, you know, we can go home, we can be so happy with what we've done here. We were close yesterday. I think if Tony hadn't put the effort into me the day before, maybe he'd have won up on 2, which would have been a beautiful moment for him as well. But you know, we're gonna have fun tonight. We're gonna have fun for the rest of the season. You know, we've got a great set of guys, and we've had a beautiful 3 weeks here. It's no Mont Ventoux. You had a little mock sprint with Tor, and you both had big smiles on your faces. You've got a lot of respect for that guy, I should imagine. Absolutely, everybody knows I mouth off when I'm upset, but you know, you saw him mouthing off at Velitz the other day. It's the mentality of a sprinter, you know, you get upset at the heat of the moment, but when you have time to reflect on it, you see you're in the wrong. And he's a great, great guy. On the bike, off the bike, he's a lovely guy, you know, and we've always got on well, and to fall out over something that, you know, something so silly, it's not really worth it, you know, so... No, everything's fine there, and we enjoyed the ride up 1-2 as well, so...
the start of this tour, you said the green jersey wasn't a target. Next year, you're not going to be able to make that denial. Absolutely not, you know. I think I still want stage wins. It's what I want best, is to win. It's the feeling I like best. It's the feeling my team likes best. So we'll do that, and hopefully the green jersey will come with that. But yeah, I will be targeting it. Obviously, I'll be another year stronger. I'll be able to suffer another a lot better. And yeah, hopefully it's successful as this year as well. Thanks. Thank you, Mark. We hebben een staartje meegekregen van dit interview, waarvan we het eerste gedeelte niet konden horen. Maar waar wij, Maarten de Croo en ik, het oppikten. Is trouwens wel een mooi moment. Huushoft en Cavendish hebben de vrede getekend. We gaan even een beetje lol maken de komende periode. Want het was toch zwaar de afgelopen 3 weken. Hij blikt alvast naar het volgende jaar, als die echt voor de groene trui wil gaan. Nog even de uitslag van deze etappe. Cavendish, Renshaw, de twee ploeggenoten. Ferrer, Ciolek, Gutarovic, Huushoft, Rojas, Bandiera, Benati. Ontmoet de burgemeester van het eiland Man, de beste sprinter in deze ronde van Frankrijk. Bertrand Delanoë is de burgemeester van Parijs. En hij mag deze trofee, de Yves Mouroussi, overhandigen. En er staat me vaak iets bij. Ik heb het ergens gelezen dat een belangrijke journalist was uit het verleden, die nogal zijn best heeft gedaan om hier op de Champs-Élysées de sprint te mogen uitvechten. En dat is al ruim 30 jaar het geval. Zes gedenkwaardige sprints voor Mark Cavendish. En deze zal ons heugen. Dan is er ook nog een Noor die op het podium mag komen. Die niet in de buurt kwam van Cavendish, vandaag al helemaal niet. Maar slim heeft gereden ook in deze ronde van Frankrijk. En die Noor is verschrikkelijk sterk. We hebben hem wel eens uit de doden op zien staan. Hij won zijn etappe in Barcelona. Die won die in een rechtstreeks duel. Dat was mooi. En laten we niet vergeten, in de koninginnenrit reed hij lange tijd op kop, tot de kools waarop de gebroeders Slek alles deden uiteenspatten. En zo'n bullebak van een sprinter, om die in de finale van de koninginnenrit te zien rijden, dat zegt wel iets over zijn gedrevenheid en over zijn vermogen. Als hij zo'n dag had gehad tijdens Parijs-Roubaix, had hij die gewonnen, zei Van Poppel tegen me. En het is dus niet alleen slim rijden, maar ook gewoon knoerdhard stoempen. Goedendag dames en heren, het is even over 6:30. U ziet achter mij de mensen weglopen van de ceremonieën. Die hebben plaatsgevonden hier aan de Champs-Élysées. De Tour is voorbij. De namen staan vast en wij gaan terugkijken in een hele korte bijdrage hier vanuit Parijs op wat er gebeurd is. Allereerst de etappe van vandaag. Dat was een show-etappe, dat wist iedereen en het was zoals het was en niet anders. Ik begrijp dat niet alles 100% loopt zoals het zou moeten lopen. In Hilversum staat nu een collega buitengewoon nerveus op een schakeltje te drukken. Hij drukt op het knopje en nu ziet u de samenvatting van de etappe. Let maar op, komt-ie.
Gisteren haalde hij de winst in deze Tour de France al binnen. En dan mag je bij het binnenrijden van Parijs tonen dat je de beste bent. Alberto Contador wint na 2007 in 2009 opnieuw de Tour. Tijd ook om bij te praten in deze slotetappe. Laurens ten Dam doet dat met Lance Armstrong. En Fabian Cancellara toont zijn drumkunsten. En ook Thor Hushovd wil wel eventjes met Lance Armstrong op de foto. Natuurlijk wordt het sprinten in de straten van Parijs. En daar komt Hinkepie. Hinkepie gaat nu gang maken. En in derde positie rijdt Cavendish. Het is nog een kilometer, hè? En Maaskamp moet hem daar tussen gooien. Dean doet mee. En Hushovd zit heel goed. Die zit in het wiel van Cavendish. En die oude Hinkepie, moet je kijken, die legt ze er allemaal op. Zelf sprinter geweest natuurlijk. Hinkepie al heel lang op kop. Dit kan hij ook lang volhouden trouwens. Alleen nog die bocht naar rechts, die flauwe bocht naar rechts. Dan is het nog een heel eind, hoor. Dan zit Cavendish heel goed. En daar komt er een tussendoor gedouwd. Binnendoor nu. Die gaan hem pakken. Hinkepie is van kop af. Cavendish nu in tweede positie door de bocht. Dat betekent dat Renshaw met Cavendish los is. En dat klopt ook. Renshaw op kop. Renshaw op kop. Cavendish daarachter. Wat een schitterende beelden. Ze hebben ze uit wiel gereden gewoon. Voor de 1 en 2 als ze doorgaat. Cavendish, soeverein, alleen op de foto, wint zijn zesde etappe. En dat is al zijn tiende etappezege in 2 jaar tijd. Voor zijn ploeggenoot Mark Renshaw. En derde wordt de Amerikaan Tyler Farrar. Geen groene trui voor Cavendish, maar wel een heel mooie zege op de Champs-Élysées. De 96e Tour de France wordt gewonnen door deze man. Alberto Contador is de beste. Zo zag Contador er dus uit toen hij over de streep kwam. Hij was blij, zo direct zien we hem bij de huldiging. Wij gaan even naar een nieuwsfacet uit deze ronde. Een van de 11 Nederlanders die hier vertrok, besloot eerder in deze week dat het zo wel genoeg was voor zijn wielercarrière. Steven de Jong dacht goed na, nam een beslissing en zei tot hier en niet verder. Han Kok ving hem op. Steven, hoe was het om de laatste keer de Champs-Élysées op te rijden? Ja, wel speciaal. Het is altijd speciaal om hier de Champs-Élysées op te draaien, maar... Nu weet ik sowieso 100% zeker dat het mijn laatste keer als renner is geweest. En dat maakt het toch wel specialer. Je hebt besloten om te stoppen na dit seizoen. Waarom? Privé is er heel wat veranderd voor mij het laatste jaar. En om meer tijd bij mijn kinderen door te brengen. En heb ik besloten om niet als wielrenner door te gaan. Er gaat gewoon in training en voorbereiding voor een seizoen gaat er heel veel tijd in zitten. En, ik heb gelukkig kunnen rekenen op heel veel steun van mijn familie en ook mijn ex-schoonfamilie. En, mijn ex-vrouw, daar heb ik ook goede afspraken mee kunnen maken. Maar voor mezelf vreed het toch wel aan me dat ik constant beroep moet op iemand anders moet doen. Om mijn training zo voor elkaar te krijgen om goed te zijn eigenlijk. En nu heb ik de kans gekregen van een aantal ploegen eigenlijk om iets anders te gaan doen. En ook met Quickstep ga ik om tafel zitten voor eventueel een functie voor mij te bespreken. En ik ga dat de komende maanden eens rustig naast elkaar leggen. En dan ga ik eens kijken wat ik ga doen. Want ik wil sowieso wel in het fietsen blijven. Je legt het heel goed uit. Je hebt er goed over nagedacht. Was geen moeilijke keuze? Het blijft een hele moeilijke keuze natuurlijk. Ik fiets nog heel graag. Maar op dit moment gaan de kinderen toch voor bij mij. Je zegt van ik kan kiezen uit een functie. Waar moeten we aan denken? Ja, onder andere ploegleider denk ik. Dus dat is iets wat me aanspreekt. En, we gaan eens kijken of daar iets in weg is gelegd in die kring. Ja, want je bent ook bij jouw ploeg ben je ook de wegkapitein. Hè? Je bent zeg maar de ploegleider in de koers. Ja, er wordt toch vaak mijn mening gevraagd. En, ik vind het wel fijn om tactisch mee te denken met de ploegleiding en ook om beslissingen te nemen. Maar als ik een functie als ploegleider ga doen, zeg maar, dan zou ik toch ook weer van onderaf moeten beginnen en ook moeten leren. Waar, vraag ik nieuwsgierig. Ja, ik denk dat het runnen van een ploeg, dat is niet alleen maar instructies geven aan de renners, maar ook het logistiek regelen van een aantal zaken, programma's opstellen, vluchten, noem maar op. Dat snap ik, maar ik vraag ook waar nieuwsgierig, bij welke ploeg? Ja, nee, dat ligt gewoon open. Er zijn gewoon, zoals ik al zeg, bij Quickstep ga ik sowieso om de tafel zitten. En er zijn nog een paar andere gegadigden. Dus, wat voor renner gaat het peloton verlaten? Oh, ik denk... Een renner die altijd 100% voor zijn vak heeft geleefd en ook altijd 100% voor de ploeg heeft gereden.
Hij kent zichzelf dus goed. Een sieraad voor de wielersport. En hij verlaat in ieder geval als winnaar deze Champs-Élysées. Want hij gaat goed voor zijn kinderen zorgen. Goeie daad, Steven. En het beste in je nieuwe leven. Er waren meer winnaars vandaag. En die werden dan in het zonnetje gezet. Dat gebeurde op de Champs-Élysées. U krijgt een korte samenvatting van hoe dat allemaal ging. Er moest getekend worden. Veel truien, veel dames, veel officials. En hier komt de winnaar. De Spanjaard Contador wint zijn vierde grote ronde. Hij staat buitengewoon tevreden mee. Zijn tweede Tour, hij heeft een Giro en een Vuelta en hij was de beste. Andy Schleck, de rustige, spichtige Luxemburger naast hem. En uit Texas, met veel respect van iedereen en met een nieuwe zonnebril voor een nieuwe lijn, schat ik, Lance Armstrong. En die kerels luisteren naar het volkslied en dan zet je alles af. Ook Armstrong. Bescheiden, maar wel zeker een lach van deze man uit Spanje. Hij wint de Tour, hij is de beste man bergop. Hij is de beste man in de tijdritten. Hij wint een onderlinge ruzie met een ploeggenoot, ruzie tussen aanhalingstekens. En hij toont aan dat hij ook geestelijk sterk is. Hij schiet naar ons allen en hij schiet raak. Dat weten wij. Daar staan ze, Contador, Schleck en Armstrong. Het is zondagmiddag in Parijs en wij kijken naar de laatste kaart die we voor je hebben waarop de namen staan. En die namen die zijn duidelijk. De nummer 1 is Contador. De nummer 2 Schleck. De nummer 3 Armstrong. Wiggins 4. Groot-Brittannië, ze weten niet wat daar aan de hand is. Frank Schleck 5. Kleude, Nibali, Van der Velde, Kreuzinger. Lemével is de nummer 10. En dan komen we tot die fraaie zin die we steeds in deze Tour hebben gehad. De beste Nederlander is Ten Dam. Hij wordt 60ste. Dan gaan we naar het laatste stukje wat we u van de Ronde van Frankrijk willen laten zien. We zijn nu klaar op deze zondag in Parijs. We krijgen in oktober de presentatie van de volgende Ronde van Frankrijk. Dat is een groot spektakel. Maar we weten inmiddels al waar we onze tenten moeten neerzetten. Dat moet in Rotterdam gebeuren. Kijk naar de volgende beelden. Het is een beetje het overdragen van de sleutel van Parijs naar Rotterdam. De burgemeester Abu Taleb komt hier naar boven toe en ja, hij hoort nu ook bij de in-crowd. Rotterdam 2010. De NOS zal erbij zijn. De Tour de France l'année prochaine 2010. Le grand départ sera à Rotterdam. Et donc vous êtes toutes bienvenue à Rotterdam aux Pays-Bas om 2010. Au revoir. Dank u wel, burgemeester. En daar houden we rekening mee. Wij alle zijn dus welkom in Rotterdam. In juli 2010 gaat dit feest verder. De NOS is klaar met de reeks van de uitzendingen hier vanuit Parijs, hier vanuit Frankrijk. De Tour zit erop. Ik zeg u namens allen hartelijk dank voor het kijken. En wat we nog voor u hebben is de samenvatting van de laatste week, zodat u kunt zien hoe dat allemaal verliep. Namens al mijn collega's zeg ik u gedag. Estamos todos bien, pero claro, todavía como que no nos creemos que puede estar yendo tan mal, ¿no? Entonces, tan mal tampoco es que sea un desastre. Ja hoor. Op die plek. Menchov. Ja, oh, weer een Rabobank. Weer Menchov. De wet van Murphy, ik weet niet of dat. Daar zitten we nog steeds in. Wanneer je keert, dat zal na Parijs zijn, denk ik. Karate, gaat hij voor de Rabo-succes zorgen? Ja, dat lijkt erop. Ja, hij is er, ja. Hij is binnen.
Dat had toch niemand nog voor mogen gehouden op de voorlaatste dag. Hasta el último día no hemos tenido la recompensa y hay que dedicárselo a todos ellos. Dit maakt gewoon voor ons heel veel goed. Ja, het is gewoon super. Vanavond champagne en blij zie je toch dat knokken loont. Proost, hè? Bueno, ahora unas palabras. Asteloze komt nu. Ik zei het, dat was hem. Kom op Van den Broek, kom op erbij. Dit is de gevaarlijkste man. Miguel Astroloza van 17 november 1979. Geweldig. Astroloza wint. Oh, wat is dit mooi. We had really hard battle because Cavendish is really fast on the flat days. En omdat Cavendish veruit de beste sprinter is, moet Husshofft onorthodoxe manieren verzinnen, zoals sneller dalen dan iedereen. Now I'm gonna give him some big fight on the more hilly days. De Noor komt op kop te zitten in een bergetappe en pakt zo de twee tussensprints, omdat hij vindt dat de groene trui bij hem past. No, I'm not giving up. I'm gonna go for every point I can into Paris. Afgelopen vrijdag de etappe met een klim van de tweede categorie in de finale. Niemand verwacht dat Cavendish daar overheen komt en kan meesprinten. Cavendish op kop. Cavendish. Cavendish of Husshofft? Cavendish of Husshofft? Cavendish. Husshofft, Ciolek. Ja, yeah, he's suffering a lot in the last climb. And then for me also was surprised that Cavendish was there and many sprinters. So Cavendish vijfde zege deze tour. Het raakt hem zichtbaar. I tell you what, I will go down as my most memorable win of my career ever. De Brit kan dus op elk terrein winnen. Voordat hij vandaag zijn zesde wint, vechtte hij en Husshofft nog een prestige duel uit op de Van Toe. Nou, dat jij de slechtste klimmer bent uit de geschiedenis van Tour de France. Kunnen ze wel eens gelijk in hebben. Vanaf het moment dat ik op de grond zat en ik eigenlijk mijn knieën keek, toen wist ik al wel van, het is gedaan, het is over. Questa maglia qua al tour è splendido. In de eerste twee tourweken was Pellizzotti een keer tweede, een keer derde en een keer vijfde. Zeer strijdlustig, maar Pellizzotti was uit op meer. Kijk, Pellizzotti trekt hem van heel ver aan. Met Martinez in zijn wiel. Waarom doet hij dat zo? Hij trekt de hele kop op uit elkaar en Martinez klopt hij heus wel. Daar komt hij, Martinez. Dit is toch wel, hij wil zo graag. Dit is wel leuk. Heel leuk, 17 punten is het verschil. Oh. Pellizzotti net even eerder, denk ik, dan Martinez. Pellizzotti, de beste klimmer van de Giro. Bergop slaat hij gade. Bolletjes eruit ook gelost. Ja. Pellizzotti had dat in de gaten. Die kan nu dus punten gaan pakken. En na 13 etappes is het zover. En daar gaat Pellizzotti notabene. Hatsa. Die heeft twee missies in deze ronde van Frankrijk. De bolletjestrui en een etappe winnen. Dat laatste is nog niet gelukt. Pellizzotti nog voorbij gereden. Purtroppo non ho vinto neanche una tappa. Mi sarebbe piaciuto molto. Oggi poi se fossi riuscito a vincere qua sul Mont Ventoux con la maglia qua sarebbe stato fantastico. We'll be right back.
Je ziet de spanning van deze man afdruipen. Kan deze man de druk weerstaan vanuit zijn eigen ploeg? Contador doet wel goede zaak. Maar in ieder geval laten zien dat hij de kopman is van deze ploeg. En je ziet dat Contador toch de hogere machten aanroept. Dat is ook precies de tegenstelling in die ploeg. Contador zit in die tweede groep. Alleen Armstrong is mee. Contador neemt nog een keer over. Contador voor het geel van zijn niet-kopman, want hij is zelf kopman. Hey, Contador. Zo, de Spanjaard breekt. Kijk hier toch. Die moest rem in de bocht. Dit is het geschiedenis. Komt daardoor, gaat hij hier de tour beslissen. Dus dit is niet omhoog fietsen, dit is omhoog racen gewoon. Oh, is dit mooi, is dit mooi. Wat een klimmer. Contador wint de etappe en pakt het geel. Dit is het moment waar hij op had gewacht. En hij heeft het voor elkaar gekregen. Kijk hier eens naar. Is dit niet zelfverzekerd? En misschien ook wel opgelucht. Hij Contador pareert zo makkelijk, jongens. Hij is zoveel beter. En als je dit ziet, de overmacht waarmee Contador fietst, dan kun je met terugwerkende kracht afvragen waar hebben ze zich in die ploeg zo druk om gemaakt. Alberto Contador verloor de laatste drie grote rondes die hij heeft gereden, geen enkele keer. Het is een zekere factor geworden. Is hij zo hard aan het fietsen? 20-0-2. Moet je eens kijken. Is een halve minuut sneller dan Wiggins. Het is om en is de hoed bij af te nemen. Ongelooflijk. Ja, dit is de overwinning van een kampioen, man. Dat is... Jongen, dat je dit kan in een vlakke rit ten opzichte van Cancellara. Dat is toch de beste tijdrijder van de wereld. Ja, hij houdt. Alberto Contador wint de tijdrit. Contador doet helemaal niets. En hij mag niet. Hij zit voor de tweede keer in de tang. Eerst was het om het klassement van Kleude. Nu is het om het klassement van Armstrong. Hij is echt helemaal opgelucht. Want hier, pas hier op de top van de Mont Ventoux, is de Tour echt binnen. Ja, daar gaat Schlek. Armstrong moeilijkheden. En die Schlek doet een aanval op de positie van Armstrong in ieder geval. Daar gaat Armstrong. Die gaat de sprong maken. Dat zal toch niet waar zijn, hè? Armstrong verijdelt persoonlijk de coupe van de broertjes Schlek. Frank Schlek stijgt nog wel naar plaats 8 in het klassement. Hoppa, Andy. Hij komt daardoor pareert zo makkelijk, jongens. Frank Schlek, moet je eens kijken toch. Het is wel de dag van de Schlekjes, hoor. Ja, en ze zijn dus een stuk taaier dan waar ze op gerekend hadden. Ja, Armstrong. Armstrong gaat. Wiggins moet toch passen. Ja. Frank Schlek. Oh, wat een slag. Wat een slag. Wat een mooie etappe. Nu slaagt de coupe van de Schleks dus wel. Andy op 2, Frank op 3. Maar dan komt de tijdrit. Wiggins noteert de beste tussentijd. En die Schlek rijdt bepaald niet slecht, hoor. Die noteert de 8e tijd. En zit echt aan de veilige kant van de streep als hij zo doorgaat. Kleude. Wiggins heeft Kleude overigens te pakken nu. Hè? Frank Schlek verliest zijn positie ten opzichte van Armstrong. Armstrong doet het in 50 minuten precies en noteert de 15e tijd. En Wiggins komt daarmee op 11 seconden. Armstrong dus terug op het podium na niet een heel geweldige tijdrit. Maar dan komt de Mont Ventoux. Daar moet het gebeuren. Daar gaat Frank Schlek. Ja, Frank Schlek. En er wordt gelijk gereageerd door Armstrong zelf. Ja.
Andy Schleck weer. En Frank Schleck gaat mee. En dan komt Contador natuurlijk ook. Contador gaat mee en ik denk dat Armstrong daarachter zit. En Kleude is eraf. Andy Schleck. Roberto Contador. Lance Armstrong. Daar is Frank Schleck. Zijn aanval bleek met alle respect hoor een losse vlotter te zijn. De Tour is beslist. Alberto Contador wint voor de tweede keer. Voor Andy Schleck en de routinier. Wat een comeback. Armstrong op het podium in Parijs. Contador was better than me these three weeks. And I think that's not a shame. And I'm not, you know, not that kind of guy. He's just better.